De Concorde moet wel zo'n beetje het meest verliesgevende vliegtuig zijn wat ooit heeft gevlogen. Het was toch nog heel prijzig om met de Concorde daar naartoe te vliegen. Hij bleek eigenlijk alleen bruikbaar te zijn op een aantal routes over zee. Omdat iedereen protesteerde tegen het feit dat hij door de geluidsbarrière ging. En je weet, dat geeft een knal. Het verwas hem, kunt u mij horen? We hebben nog op het lijstje staan de Zeppelin. Ja, we hebben op het lijstje staan eigenlijk het, het, het transport door de lucht van, van aanzienlijke hoeveelheden mensen. Daar zo moet je het eigenlijk het, kun je het het beste beschrijven. En natuurlijk, iedereen begrijpt dat de aanvankelijk, als je die vliegtuigen hebt gezien. Eh, zeg maar, vlogen de gebroeders Wright voor het eerst in 1903. De eerste twintig eh, jaar. Waren het van die dingen dat je, dat je erbij denkt dat ze überhaupt in zo'n ding naar boven durfden? Dat is al een hele prestatie eigenlijk. Ja. Door de Eerste Wereldoorlog is dat enorm gestimuleerd, maar van, van passagiers was toch aanvankelijk geen sprake. Maar er was een andere eh, transportmogelijkheid, namelijk het luchtschip. Dat waren enorme dingen in principe, gevuld, dat is wel belangrijk om te weten, met waterstofgas. Waardoor ze natuurlijk een aanzienlijk stijgvermogen ingebouwd hadden en die, die, die Luftschiff-gezelschap van meneer Zeppelin, want die dingen zijn genoemd naar een meneer die inderdaad daadwerkelijk Zeppelin heette, ik geloof zelfs dat het een graaf was, Graaf Zeppelin. En daar is al transport van personen in 1899-1900 en eigenlijk zag dat er allemaal heel redelijk uit. Een tal van mensen werden op langs die wijze vervoerd. Je hebt natuurlijk in zo'n luchtschip, gaat niet hard, maar zeker die wat grotere luchtschepen van de jaren 30, die gingen toch 130 km per uur gemiddeld. In het begin zal het waarschijnlijk iets minder zijn geweest, maar je had dan natuurlijk zo'n cabine, die hing onderaan dat enorme ding. En daar kon je een beetje op en neer lopen. Daar was het, het comfort van een hoe trein. Hoeveel mensen konden nou, dat weet ik niet, zal aanvankelijk zal dat beperkt zijn geweest, maar die latere grote luchtschepen van de jaren 30, ik weet niet hoeveel mensen daarin konden, maar ik denk toch wel ver over de honderd. Overigens was dat duur, het was peperduur. Dat komen we zo over te spreken, het hele luchttransport was eigenlijk tot zeer voor kort gewoon peperduur. Ja, als je in de jaren 60 kon je wel naar Amerika vliegen, maar dat was zo reetende duur dat je het wel uit je hoofd liet. Toen mijn, mijn uh, goede vriend en klasgenoot Frank van Wijk naar Amerika ging, toen zijn we maar uit gaan wuiven daar op het uh, kader van Holland-Amerika-lijn. Er lag zo'n groot schip en dat deed dan toet als weg wegvoer en zo. Dat was allemaal heel romantisch daar. Dat is uh, 62, ja, 62 eindig samen gedaan. Dus dat zal in 1962 zijn geweest. Ja. Uh, en dan moet je natuurlijk nog. Nee, laat ik nou niet op de gebeurtenissen vooruit lopen. Ja, dus het lichtschip, dat, dat, dat leek toch een soort toekomst te hebben. In alle opzichten. Vandaar ook gezelschap Het was een bedrijf. Die dingen waren relatief goedkoop om te bouwen. Het was niet een verschrikkelijk ingewikkeld product. De technologie. Was er dus in principe voor. De Duitsers hebben er ook mee gebombardeerd. in de Eerste Wereldoorlog. geloof niet op grote schaal. maar toch wel gebombardeerd. zodanig. dat bij het verdrag van Versailles. werd het de Duitsers verboden. om luchtschepen te bouwen en te bezitten. Nou ja, dat verandert dan weer in de jaren 30. want dan zeggen ze. de pot op met Versailles. en dan bouwen ze weer grote luchtschepen. waarvan één. heet ook de Graf Zeppelin. en. we zullen zo. Ook bij het eind van dit verhaal komen. En die graaf Zeppelin, die maakte ook in de jaren 30 diepe want Die heeft een hele wereldreis gemaakt en zo. Ja, ze hadden iets statigs. Er zijn ook wel, wel eh, aardige opnames dat dat ding over Nederland vliegt. En nee, de mensen renden naar buiten. Denk aan het schilderij van Willink. Dat zou je niet veel zeggen, neem ik aan. Dat heet De Jobstijding. En dan zie je een vrouw die komt aanrennen met een brief. En er staan wat, wat on, ongelukkig geschilderde mannen met hoeden op. En die wachten op die opstijging. En daarboven vliegt een Zeppelin. Een zachte Zeppelin. En, en dat is ook, ja, dat, je kunt het ook wel. waar ook wel een beetje enge dingen in allerlei opzichten. Maar goed, die dingen vlogen over het Atlantische Oceaan. Je, je kon een ticket bestellen naar Brazilië met het luchtschip. Het duurde een paar dagen. Maar ja, dat is altijd nog beter dan je natuurlijk dat je drie weken met de boot naar, naar Brazilië. Ik weet niet hoe lang het duurt met de boot naar Brazilië, maar dat zal langer duren dan met het luchtschip. Je begrijpt dat bij winden met orkaankracht dat ze tijdelijk niet vlogen. Dat... Maar goed, meestal is er geen sprake van orkaanachtige winden. Dus meestal kon je met dat ding mee. Er was Luxe aan boord, er zat een pianist, je had een hut. Het enige, het enige probleem wat ik las, was dat de mensen niet onder de douche konden. Maar dat leek mij een beetje een moderne opmerking, omdat dat hele gedoe met onder de douches vanaf de jaren 60 pas. Mijn opa's, die er toch goed, goed bij kast zaten, die zullen zeker voordat ze in moderne huizen gingen wonen en zo, eh, hadden die zo'n zo'n lampetkan met, met een, een washandje en zo'n bak met, met, waar je het warme water in kon gieten. Maar goed, ik weet niet of dat het zo is. Maar goed, het was inderdaad een succesvolle business. En dat komt aan zijn eind in, in mei 1939. Want uh, het grootste luchtschip ter wereld toen. wat net was aangekomen in New Jersey. dan was daar een soort van paal. dat Die dingen begrijp je. moesten aangemeerd worden aan een hele grote paal. Ze dus konden niet, ze gingen niet op de grond liggen, zal ik maar zeggen. En dan kon je door die paal kon je naar beneden. Die hinderbord die vliegt in de fik. En dat was natuurlijk het noodlot van die luchtschepen: dat ze gevuld waren met waterstof. Maar nou ja, hè. Er nou iets lekker brandt, dan is het wel waterstof. Dus dat ding dat vliegt in de fik en is eigenlijk in tien minuten of zo. is het te zijn vaaie foto's van zoek het even op in de Wikipedia: hè, hoe dat eruit ziet. En daarmee was eigenlijk het eind van het luchtschip, Want ja, iedereen zei: nee, dit, dit is toch te gevaarlijk. Waarbij je natuurlijk de vraag kunt stellen, als je er verstand van hebt, ja, waterstof is uh, niet zo handig om dat ding vol met waterstof te stoppen. Uh, is er niet ook een of andere film die ik ooit heb gezien, waar een hele, heel gevecht, James Bond-achtig gevecht zich afspeelt in een luchtschip? Maar dat, dat zou goed kunnen, ja. ja er zijn vast die dat ooit gezien hebben. Dus, ja, er wel leven. een luisteraar die zulke dingen gezien heeft. Uh, het, een aantal mensen heeft het leven verloren bij deze ramp. Merkwaardig genoeg, als je het ziet gebeuren, denk je, nou, dit wordt door niemand overleefd. Maar sommige mensen hebben het overleefd. Maar het was het einde van het luchtschip als uh, commerciële propositie. Je hebt er ook wat blimps gehad. En, en die kleinere luchtschepen die je nog wel eens ziet, maar. Dat is toch eigenlijk allemaal behelpen. Ja, zie je eigenlijk nu nog steeds hè? de Concorde. Dat was ook voorbij toen dat uh, ongeluk gebeurde. Ja, maar de Concorde gaan we het ook nog even ja. over hebben. Omdat het ook een soort alternatief is voor wat daadwerkelijk het normale luchttransport is geworden. Precies. En die Boeing's die zijn, uh, omge of die zijn verdwenen daar in uh, Azië. Dat is ook voorbij. Die, die worden denk ik ook niet meer gebouwd of in ieder geval gebruikt. Tenzij die onderzoeken positief... Uh, die 737, ja. de max. Die worden natuurlijk wel nog gebouwd. Nou, als je ziet wat er klaar stond, volgens ja. mij worden ze, worden ze nog steeds gewoon verkocht hoor. Ja, maar niemand wil ze hebben totdat het onderzoek uh, is afgerond. Volgens mij is het onderzoek afgerond. Dan is het veilig ook. Ja, nou ja, ze hebben er nieuwe meer software in okay. gestopt. Okay. Dus dat ding doet niet meer zo gek. Als je hem dan optrok, dat hij en je wou weer normaal, dat hij dan zichzelf optrok ja. en zo. Precies. En daar was gewoon niet genoeg van geoefend, uh, omdat het te veel geld kostte. Uh, ja. Daar waren ze ook wel voor gewaarschuwd, maar je begrijpt, het uh, commercieel bedrijf, het heeft Boeing natuurlijk een immense hoeveelheid ja. schade berokkend. Ongelukkig zijn killing, ja. Ik begreep dat Boeing uh, op zichzelf qua verkoop uh, niet slecht behoorde. Even nee. nog even over die Zeppelin, als ze dan aanmeerden, hè? Ja. Op, op wat voor hoogte was dat dan dat je uitstond? Nou, volgens mij wel een meter of dertig hoog, 40 okay. misschien wel. Kijk even naar het plaatje. En hoe konden ze dalen dan, de daling inzetten? Door. Gewoon, ik neem aan wat, wat van het gas te laten ontsnappen. Oké, okay, hetzelfde als in een luchtballon. Dat ja, ik denk hetzelfde idee toch. Ja. Ze vlogen vrij hoog, maar, maar niet, niet zo hoog als vliegtuigen. Maar je kon niet met volle... En de essentie van het moderne vliegtuig is dat het goedkoop en succesvol is. Omdat het niet op, op 500 meter hoogte vliegt, maar op 12 kilometer hoogte. Want wat is het voordeel natuurlijk van 12 kilometer hoogte? Dat de luchtdichtheid, die is een fractie van wat die hier beneden is. Al die moderne vliegtuigen zijn ontworpen voor kruissnelheden op 12 kilometer hoogte. Eerst was het nog 10 kilometer en dan is het 12 kilometer. Als je iets leest over hoe het, bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog, dan zie je al heel snel dat het plafond vaak 5, 6.000 meter is. He, die, die moderne dingen vliegen twee keer zo hoog. Hoe komt dat ook zo natuurlijk? Omdat ze heel andere motoren hebben dan die bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, okay. Want die hadden namelijk benzinemotoren. Hmm. Ik weet ik geloof niet dat, dat die bomwerpen zo dieselmotoren hadden. Dat geloof ik niet. En wat was de maxhoogte van de Zeppelin? Nou, die, die schat ik op niet zo heel erg hoog, eerlijk gezegd. En ze koers te ze moesten wel beneden kunnen zien wat er, wat, wat er beneden was. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oké, okay, en hoe konden ze ook afremmen? Dat neem ik aan, want je kunt, ze hadden gewoon propellers. Ah, okay. Ze werden voortgedreven door propellers. Die werden een soort van plots aan de zijkanten gemonteerd. En je kon. Nou, ik kan die propellers, zoals met alle propellers, kun je ze ook omdraaien. Ja. Zelfs als een straalmotor kun je omdraaien, want dat weet je als je landt, hè, dat die dan, dan hoor je ook, dan, dan die kleppen uit. En dan, nou. Ja, zo was het afgelopen met het luchtschip. Wat eigenlijk, eh, ik heb altijd begrepen, een bijzonder beschaafde en prettige soort van reis was. Niet te hard, eh, ontzettend luxueus. Wat, tenminste wat je erover leest, was dat met champagne. KVA en al die rare rommel, die mensen dan deftig vinden, waarschijnlijk alleen maar omdat het duur is. Ja, denk ik tenminste. De ja, maar ja, toen was het klaar. En dan begint er eigenlijk een tweede verhaal. Dat misschien al wel ietsje eerder begonnen was, namelijk. de volgende merkwaardige fase in het luchttransport van persoon. Namelijk de vliegboot. En die vliegboten, die waren al in de late jaren 30 en de vorige jaren 40 echt van immense. Afmetingen. Eh, eh, want nu, als je nu een stukje leest over zeggen, de ontwikkeling van de moderne luchtvaart. wat wordt je dan altijd voorgeschoten natuurlijk, voor de jaren 30? De DC-3. De Dakota, nou ja, het fameuze. Het eerste moderne vliegtuig, zoals het altijd wordt genoemd. Dat was het ook wel in zekere zin, maar toen. was het helemaal niet zo duidelijk dat de DC-3 het eerste moderne passagiersvliegtuig. Zou zijn, omdat je een heel ander type van passagiersvliegtuigen had. Vaak twee tot drie maal zo zwaar en groot als de DC-3. Namelijk die vliegboot. Echt gigantische dingen. Maar was ook weer allemaal transport voor schatrijke mensen. Die vlogen bijvoorbeeld van, van San Francisco naar Azië. Ja, je begrijpt met tussenlandingen. Dat kon natuurlijk in die tijd niet anders. Het waren vanzelfsprekend ook allemaal nog propellervliegtuigen. De eerste straalmotoren zijn natuurlijk van, uh, zeg maar, de late jaren, 30 uh, jaren van de Tweede Wereldoorlog en daarna. Hè, maar dit waren, en dit waren echt dingen die. Ik weet niet, sommige van die, van die Boeings, die, die, die Boeing 314. Ja, zo'n ding woog tientallen tonnen. Die was ongeveer even groot als de B-17, de bommenwerper B-17. En dan kan je garanderen, dat waren. Eigenlijk alleen de B-29 was groter dan die vliegboten waar op grote schaal mee gevlogen werd. En ik denk niet dat het er één of twee waren. Maar, zoals bij die zeppelins. Dit waren, dit waren hele vloten, dus zowel M, wat overigens ondertussen ook al verdwenen is, als de BOAC, de British Overseas Air Corporation. Die hadden echt tientallen van die vliegboten in dienst. Nu natuurlijk de vraag: waarom in Rotterdam vliegboten? Ik bedoel, wat. wat... Waarom hadden, ze geen molen, ja. niet? Dus waarom hadden ze geen vliegvelden zoals Schiphol? Die waren er niet. Het aantal verharde startbanen was heel beperkt. Kijk maar eens naar vliegtuigen, ook wat grotere passagiervliegtuigen in de jaren dertig, je zult zien. Die starten vanaf een grasveldje. Hè? Want een flinke ba baan aanleggen waar een groot vliegtuig ook in de lucht kan komen. Nou ja, hoe lang zou dat zijn? 1,6 kilometer? Misschien wel lang, je moet een beetje uitlopen hebben en... Ja, dus je moet al heel snel een enorm. Kijk naar Schiphol, een enorm systeem. Een startbaan, dat is heel wat. Terwijl natuurlijk een vliegboot. heeft geen startbaan nodig. Want die kan gewoon van het water opstijgen. en ook weer op het water landen. Is dat niet mooi? En nogmaals, het was luxetransport. Het was ook weer. wat las ik nou? Een kaartje naar Azië was zo Toen. Eh, duizend dollars. Dus dat ja. betekent dat het echt schuwduur was. Dat was alleen voor de... Dat was echt alleen voor de elite. En je ziet het nog steeds in landen met veel water, hè, dat het gebruikt wordt. Ja, dat wil zeggen, je ziet nog steeds vliegtuigen, laten we zeggen, die op water kunnen landen en starten, Maar dat zie je meestal bijvoorbeeld in Alaska, hè, omdat je daar natuurlijk een enorme hoeveelheid van die van die, ja, eh, nou, ijstijdmeren hebt en het lastige is om bij elke, elke blokhut een, een landingsbaan aan te bouwen. Dus dan, als er meren zijn, of mijn leven in het zuid. Een deel van Minnesota en de Verenigde Staten, daar kun je, of Canada ook een goed voorbeeld. Het heet, die dingen heet dan sea-otter en zo. Die, die hebben gewoon drijvers en die kunnen vaak trouwens, met, met klapwieltjes, kunnen ze zowel op een, op een harde baan landen en, en starten als op water. Maar water kan inderdaad onder omstandigheden heel handig zijn. Dat zijn allemaal relatief kleine toestellen. Niet te vergelijken met deze reusachtige monsters. Die dus even groot waren als, eh, als een B-17. En dat is een fors toestel. Het, het waren toen eigenlijk, afgezien van de B-29, maar het was een heel nieuw en peperduur toestel. Dat is ook een bommenwerper. Waren dit de grootste vliegtuigen die er waren? Overigens, een Zeppelin was ongeveer drie keer zo groot als een Boeing 747. Om even een. Ja. Indicatie te geven, het waren reusachtige dingen. Vooral die ballonnen, dat karretje ja. niet, denk ik, wat eronder hing. Nee, dat, dat, dat nou weer niet. Nee. Maar goed, nu, nu is de vraag natuurlijk. Eh, waarom zijn die dingen verdwenen? Wat, wat, wat is de oorzaak dat die vliegboten totaal verdwenen zijn? Zowel de Boac als, als Pan Am, die hebben allemaal hun vliegboten verkocht in de late jaren 40. En zijn definitief gestopt met de vliegboten eh, vroeger jaren 50. En dat had een heel eenvoudige oorzaak, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Ja, je hebt geen idee hoe, wat een enorme impact de Beide Wereldoorlogen hebben gehad op het vliegen. Ik wil niet zeggen dat we zonder oorlogen nog een van die rare drie dekkers hadden gevlogen of zo, dat nou ook weer niet. Maar het tempo van de ontwikkeling van de technologie dat is echt door de, door de Tweede Wereldoorlogen bepaald. Want die afwezige. Landingsbanen, waar we het over hadden. Hè, die, dat, dat hele probleem werd opgelost tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alleen in Engeland hebben ze al tientallen vliegvelden aangelegd. met verharde landingsbanen. Bovendien bleek dat je qua startgewicht. dat je met een verharde landingsbaan. toch voordeliger uit was dan met zo'n vliegboot. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ja, als ze daar helemaal achter zijn, dan zie je dus dat de ontwikkeling van de DC-3 wordt natuurlijk de DC-4, en dan de DC-6 en dan de DC-8. Nou ja, dan zie je dus de ontwikkeling van het moderne vliegtuig. Dus die oorlogen waren goed voor de innovatiekracht. Fantastisch, ja. Als je echt een beetje op een alleen bepaalde punten natuurlijk. Ja, maar de ontwikkeling van de moderne radar zou zonder zou de Tweede Wereldoorlog gewoon heel anders zijn gelopen de ontwikkeling van de moderne duikboten, de Duitsers bouwen dan helemaal aan het eind van de oorlog echt een fantastische duikboten. Daar zie je aan welke kant het met de duikboten opgaat, want dat zijn namelijk duikboten die ook onder water een heel behoorlijke snelheid kunnen maken. Voor die tijd, voor de snorkel, overigens een Nederlandse uitvinding, vlag uit, voor de snorkel moesten die dingen die liepen onder water op batterijen. Want ja, je hebt voor een, voor een draaiende motor ja. heb je een hoop zuurstof nodig, vanzelfsprekend. Maar als je dat ding ziet, ik ben al even de typeaanduiding vergeten, maar dat, zoek het even op. Dat waren echt fantastische dingen. Die, maar ja, zoals met zoveel spullen die de, de Duitsers hadden, ze kwamen er te laat mee. Dan kwamen de grote trekken op neer. Maar, maar ja, de vliegboten die raken, die raken eruit. En dan krijgen we dus het moderne passagiersvliegtuig. Eh, aanvankelijk is dat natuurlijk allemaal met propellers. En dat realiseren de meeste mensen zich niet. Hoeveel ongelukken niet waren er toen gebeurde met vliegtuigen. Omdat propellermotoren, vaak waren het vier motoren toestellen. Ja, als je wel eens zo'n zo zo radiale, hoe noem je dat, zo'n stermotor hebt gezien: hè, vier, 14 cilinders. Dat je denkt, Jo, jo, jo. Ja, je denkt meestal aan een motor van een Spitfire, dat was een lijnmotor, maar in die, in die grote vliegtuigen waren het meestal stermotoren. Eh, het vliegen is ongekend veel veiliger geworden. Die propeller staat aan de zijkant, hè, onder de vleugels. Ja, onder of erop. Ja. Ik weet nog een hele leuke vliegboot, namelijk de Catalina. Eh, de Catalina daarvan zijn, en dat is ook een vliegboot, twee motoren, een vliegboot. Daar zijn er duizenden exemplaren van gebouwd. Want die had een enorme actieradius. En die is voor, voor verkenningen werd, werd die gebruikt. Je kon hem ook bewapenen, dat kon ook nog. He, dus dan zie je dat. Dat is een toestel uit de Tweede Wereldoorlog. Ik dacht ook oorspronkelijk een Canadees ontwerp. En, en, en de Nederlandse luchtvaartdienst, hoe noem je dat? De Marine Luchtvaartdienst. Heeft nog heel lang Catalinas gebruikt. Misschien dat we nog een. Bejaarde luisteraar hebben die nog Catalinas heeft gevlogen. En waar wij nou, Nederlands ook Catalinas gebruikt In Nieuw-Guinea. Want wilde je die, die Papua-staatjes een beetje, nou, staatjes moet ik zeggen, wil je die een beetje bevoorraden, dat werd met Catalinas gedaan. He, want die konden op al die meertjes die je daar naar het schijnt hebt op Nieuw-Guinea. Eh, ja, wat een leuke kolonie hadden we toen. Ze ook allemaal afgepakt door de Indonesiërs. Ja. Dus zo loopt het slecht af met de vliegboten. En heeft het moderne passagiersvliegtuig daar boekt grote successen. Maar vergeet niet, als je naar Amerika vloog in de jaren 50, dan vloog je eerst van Schiphol naar Shannon. Dat ligt in Noord-Ierland. Dan vloog je van Shannon naar Newfoundland. En dan vloog je van Newfoundland vloog je naar New York. Dus je had twee tussenlandingen. Hè, met alle risico van dien. Denk aan die vier jullie, die ik ben nog even vergeten waar, maar die is ook bij hem in die tussenlandingen Met zijn constellation, een prachtig vliegtuig trouwens, om te zien. Inemdito, de Super Constellation. Maar het was dus toch een, hele, een heel avontuur om die, die, die oceaan over te vliegen. Terwijl tegenwoordig vlieg je met zo'n white body met twee motoren. Ze hebben nog heel lang vasthouden aan vier motoren. Dat is handig. Want kunnen een heleboel kunnen er kapot gaan, maar. Straalt er binnen zijn, zo door, mits goed onthouden, zo door en door betrouwbaar. Als je denkt hoe het luchtvaartverkeer is toegenomen, en dan als je dat afzet tegen het aantal ongelukken per jaar, meestal Transparency erger, dan, ik geloof ik, 80% van de gevallen, dan is het vliegverkeer echt uniek veilig geworden. Dit verhaal is natuurlijk bekend, met de auto naar Schiphol, dan loop je meer risico. Dan op Schiphol instappen in zo'n ding en naar Tokio vliegen over de Pool. Je denkt natuurlijk altijd van, stel je voor dat er iets gebeurt. De... Je dan nog een ijsbeer wordt opgegeten. Wat verschrikken. Nee. die kans is buitengewoon klein. Buitengewoon klein. De straalturbine is een, een uniek type motor, anders kun je het niet zeggen. Nou heeft hij de en dan zou je zeggen, van, waarom zit er in die toontje geen straalturbine eigenlijk? Het is wel handig dat ze op, dat ze op een stationair toertal functioneren. Dus dat ze permanent op dat toertal draaien. Dat is bij vliegen natuurlijk dus zo niet. Dus met, met dus toename en afname en zo. Waar wij natuurlijk een versnellingsbak voor hebben, of een automatische versnellingsbak. Maar dat is voor, voor straalturbines niet zo geschikt. Nee. Nou, daarmee exit de vliegboten. Het hartstikke leuke, mooie ding om te zien, die vliegboten. Ik had vroeger als kind een puzzel van zo'n vliegboot. Ja, de grootste vliegboot ooit gebouwd. Die is gebouwd door Howard Hughes. Dat was de Spruce Goose, als ik het wel heb. Houten toestel. Wordt er maar gekker gek met de pakkeren Het was. een, Kijk, hij rijdt de stoep op. En zo past hij er wel in de dus De Spruce Goose woog ja. 180 ton. 180 ja. ton. Ja, gigantisch groot. Werkelijk. En die heeft gevlogen, maar, maar vijf meter boven het wateroppervlak en daarna nooit meer. Waar die precies voor bedoeld was, waarschijnlijk ook ik weet niet, de oorlog langer zou duren of zo, maar... Want ja. ja. er zijn nogal wat succesvolle, heel succesvolle, hoe heet dat ding nou toch? Vliegtuig, dat was van hout. Ja, fantastisch ding, heel succesvolle, razendsnelle, betrekkelijk kleine bommenwerper. Zou ik natuurlijk niet op moeten kunnen komen. Maar goed, alle, alle luisteraars die iets van vliegtuigen weten. Die weten meteen hoe die heet. En als ik straks naar huis loop, dan denk ik ook. Is het mogelijk dat ik op dat moment niet op zou komen? Vliegen was nog duur in de jaren 50. Ook alle adverteren voor vliegen was altijd met de ongekende luxe aan boord. En al die beeldschone stewardessen. Wat betaalde je dan? Geen idee, maar het kostte duizenden, duizenden guldens om naar Amerika te vliegen. En dat is nog betrekkelijk lang is dat zo gebleven. De grote doorbraak van het goedkoper vliegen is de Boeing 747. Althans, op grote internationale afstanden. Komt natuurlijk in Europa al mee. Je had de Fokker Friendship. Je had de Fokker 100. Je had van alles en nog wat. Betrekkelijk kleine toestellen. Dat, dat ben ik eigenlijk vergeten wat dat kostte. Maar over de oceaan was het toch nog een hele hoop. En de 747, die. Die was ook relatief goedkoop in het ontwikkelingstraject. We komen zo aan het Concorde. Dat was een totaal andere propositie, werkelijk. Uh, <laughs> ik geloof dat de 747 per passagier over zijn hele levensduur 28 cent aan ontwikkelingskosten heeft gekost. En ik geloof dat de Concorde over zijn hele leven 6000 dollar aan ontwikkelingskosten heeft gekost per passagier. Passagier. Dus je begrijpt al wel dat ze de kosten er in feite nooit uit hebben gehaald. Want we moeten toch even iets zeggen. Vanaf de 747 verandert de luchtvaart in een, nou, in, een, in een bekende, ordinaire, vulgaire toeristenindustrie die je tegenwoordig is. Want je weet dat je kunt voor een halve cent kun je naar praktisch alle bestemmingen ter wereld vliegen. Als je een paar maanden van tevoren boekt en je. Je bent bereid om jezelf op te vouwen. of anderszins grote schade toe te brengen. Dan, dan, kun je ook, dan kun je er altijd van in. Kun je wat wel opvouwen. goed is voor de ontwikkeling van de mens. Die, die kan zich een eigen beeld vormen. van Amerika, van China, van Rusland. Ja, dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik heb het zelf. Heb ik? Ja, ik, ik ben nog zo oud dat ik voor het eerst gevlogen heb. toen ik al dertig was, geloof ik. Ik was ook verschrikkelijk. Ik, was, ik had echt enorme vliegangst. Die kun je maar op één manier genezen, namelijk ontzettend veel vliegen. Ja, dat heb je wel verteld, ja. Denk ja. je er tenslotte van, ik geloof het verder wel. Ja. Maar ik had zeker de eerste keer. Ik was ook de eerste aanwezige passagier. ik was al uren van tevoren aanwezig. Om een beetje te wennen aan het feit dat ik in zo'n 747. Die kwam dus van Boeing, hè? Ja, die was, kwam van Boeing. Had dat Airbus een... ook al een alternatief toen? Nee, Airbus is van later datum, denk ik. De Boeing 747, die, dat ontwerp is dacht ik van, van 1969, of de eerste vloog in 1969. En dat werd door velen, werd Boeing voor gek versleten dat je zo'n idioot groot ding bouwde. En tenslotte bleek het natuurlijk een gouden greep te zijn. Ik weet niet hoeveel honderden van die dingen ze verkocht hebben, maar het was een fantastisch toestel. En bovendien heb ik ook wel eens verteld, piloten vonden het een fantastisch toestel. Hij vloog lekker, He, dat is heel lekker. lekker vliegen zal ik maar zeggen. Ik begreep dat ook die, die, die A800, dat heet dat ding, dat, dat, dat die ook wel lekker vliegt. Maar dat is uiteindelijk niet. Het idee was natuurlijk dat die, dat die Airbus een concurrent van de 747 zou bouwen. Maar eigenlijk het hele idee van dit type van vliegtuig was er toen al uit. Dus dat is ook het hub-idee ofzo. Tegenwoordig heb je al die toestellen, wel widebodies, bodies, twee motoren, die kunnen eigenlijk overal heen vliegen. Toen komt het grote <laughs> trek op neer. Dus dat, dat idee van die reuzenvliegtuigen is kennelijk ook weer niet de beste oplossing gebleken. Dus daar was Airbus eigenlijk te laat mee. Ik denk wel dat ze dat een smakgeld hebben. Heeft gekost, eerlijk gezegd. Maar daarvoor zit ik. Misschien kunnen we weer zo'n brief van een deskundige krijgen. En is ik de KLM-piloot. Hoe, hoe het allemaal werkelijk in elkaar zit. Uh, op een goed moment was natuurlijk het idee van. Uh, nou ja, we hadden de 747. En, uh, ja, dat was allemaal niet zo. Het was allemaal een beetje vulgaire troep. En. Eh, wat was de toekomst van het, passagiers, het vliegen met passagiers? En eh, toen had je natuurlijk al die praatjes, dat moest veel sneller kunnen. Want we wisten van militaire vliegtuigen, die kunnen wel Mach 2 of Mach 3 vliegen. Dus dat is drie, drie keer de geluidssnelheid en zo. Dus waarom doen we dat ook niet met nou, passagiersvliegtuigen? Want ja, dan ben je in. in, in, in je, bent, je, je hebt je aan de wind gelaten, je bent naar de wc geweest, je hebt een broodje gegeven en <laughs> je bent er al. Het is ongelooflijk Ik Je bent een paar werkelijk. uur in New York, dat zijn die advertenties Ja, ik geloof twee uur of ja. tweeënhalf of drie uur. Het was ongelooflijk werkelijk. Dus het idee, en de Amerikanen werkten aan een dergelijk toestel. Boven was ook bezig met een superzoom toestel. En toen dachten de Engelsen en de Fransen, wij willen toch ook serieus meedoen in de wereld bij het ontwerpen van, van laten we zeggen, de, een nieuwe revolutie. In het passagiersvliegtuig. Dus die hebben de handen ineen geslagen. En die hebben de Concorde ontwikkeld. Waarvan ik er net al zei. dat het ding per, per gevlogen passagier. tegen de 6000. nou ik weet nog niet, pond, dollar. zal wel dollars zijn. heeft gekost. Echt. Het ding functioneerde overigens prima. Het was mooi om te zien, weet je wel. met die, met die, met die cockpit die je ja, naar beneden Brede vleugels, op. een soort van vogelachtig ja. iets. Ja. De Russen hebben er ook één gebouwd. Twee geloof ik, maar die hebben er nooit serieus werk van gemaakt. De Concorde moet wel zo'n beetje het meest verliesgevende vliegtuig zijn, wat ooit heeft gevlogen. Het was toch nog heel prijzig om met de Concorde daar naartoe te vliegen. Hij bleek eigenlijk alleen bruikbaar te zijn op een aantal routes over zee, omdat iedereen protesteerde tegen het feit dat hij door de geluidsbarrière ging en je weet, dat geeft een knal. En tenslotte is. Wat is daar erg aan trouwens? Ja, mensen houden niet van knallen. Althans, niet knallen waar ze niks van hebben. De Nederlandse bevolking is een unieke wereldwijde uitzondering op. Omdat wij een, een volstrekt ongeneeslijke, een ongeneeslijke, traumatische liefde voor knallen hebben. Waardoor we met oud en nieuw eh, eigenlijk alle perken te buiten gaan. Maar je weet dat dat veel jonge mannen beginnen met knallen al. Eh, nou oh ja, Eind oktober. En als een beetje wil knallen door tot, tot april. En ik neem aan dat we tenslotte eigenlijk het hele Godgans jaar met knallen zullen zitten. Maar je dus een knal als je erin zat als passagier, maar ook als je. Nee, ik, vond... ik geloof dat als je erin zat, dat het helemaal niet zo erg was. Maar als je buiten stond, was het wel erg. Maar één keer maar een knal. Bij, Bij het door, doorbreken ja. van de ja. geluidsbarrière. Ja, het is niet zo dat je dan, als je drie keer de geluidsbarrière sneller viel, <laughs> dat je dan drie keer een knal hebt, zo is het niet. De geluidsbarrière varieert natuurlijk hoe hoog je bent en waar het precies is en zo. Maar ligt rond de 11, 1200 km/u, als ik het wel heb. Nou ja, het functioneerde. Het kostte een hoop geld. Maar het was betaald, uh, zware subsidie. En sneller dus. Ja, het was een stuk sneller. Want je weet, uh, als je de straalstroom tegen hebt, dan, dan kun je nog. Uh, kan er wel zeven eh, uur duren ja. voordat je aan de overkant ja. bent. Hoor. Terugvlucht is altijd sneller vanuit New York. Ja, dat sneller. lijkt ook zo omdat het, dat schema prettiger is. Maar goed. Of is dat juist niet zo? Nee. nee het is die kant op prettiger, hè, omdat je dan als het ware de tijd een beetje inhaalt. Precies. Ja. ja, dit is nooit. Ik ben geen. Ik heb nooit mijn. Mijn liefde voor het vliegen is altijd zeer, zeer beperkt geweest. Ik heb er echt niks mee de oud, waarschijnlijk. toen ik voor het eerst gevlogen heb. en dan. dan wordt het nooit meer wat. Een beetje mijn ouders met de auto. He? Als je mijn ouders zag rijden hey, in de auto. dan wist je. dat komt nooit meer goed. He? Die waren namelijk al dik in de 40 toen ze een auto kochten. Um, de Concorde. Want met de Concorde is het diep tragisch afgelopen. anders kun je het niet zeggen. Um, dat was, denk ik, in 2001. Uh, een, een startende. Wat was het? Een startende Douglas D. Uh, 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 Zo'n grote Douglas in ieder geval. Die verliest een metalen onderdeel uh, op het Parijse vliegveld. En laat nou op die, dat die Concorde op dezelfde baan starten. En die gaat met zijn wielen over dat metalen onderdeel. Dat, dat wordt door die snelheid of door die kracht omhoog ge, ge, opgetild. En. en uh, Raakt een brandstoftank in, die Concorde vliegt in de fik en die ontploft. Waarbij dus iedereen die erin zat, komt om het leven. Daar hebben ze die Concorde nog enorm aangepast met Teflon in de tanks en aan wel allerlei poppenkasten. Maar eigenlijk was het klaar met de Concorde, iedereen begreep dat wel. Wat ze met die toestellen hebben gedaan, dat komt nu pas in mijn hoofd op. Ik denk dat er een stuk of twee bewaard zijn voor een het, voor het vliegtuigmuseum. Maar de rest zal misschien wel afgebroken zijn. Ik weet, ik weet het gewoon niet precies. Um, dat was het einde van de onkoekorde. En zo kunnen we dus stellen dat de ware revolutie van het vliegen met passagiers. is in feite de ontwikkeling van het, de DC-3 maar dan vijf keer zo groot en met straalmotoren. Dan ja. heb je het eigenlijk. Maar wel jammer dat het dus. De 747 is in allerlei opzichten. Misschien wel het meest revolutionaire toestel ooit, hoewel die nu door veel. Kijk, nu is het een viermotor toestel en het kan goedkoper. En ja, laten we maar doen. Nou, jammer dat de Concorde ten einde is gekomen, niet door iets wat in dat vliegtuig niet goed nee, was. Nee, er was, maar... nou, was met de Concorde niks mis. Ik nee. dus, ja, geloof dat er afgezien van. Ja, dat was de schuld van dat die, van die, ja. eh, startende vliegtuig waar een stukje afviel. Ja. Hoe werd trouwens door Boeing gereageerd op de Concorde? Want dat was natuurlijk een, een, een concurrent. Nee, joh. Die zei, die Fransen en die Engelsen zijn zo gek als een duur. Er valt geen reet te verdienen aan het ding. Oké. Okay. Soms hadden die enorme, immense subsidies van de Engels en de Franse overheid maar was ja. dat ding er nooit gekomen. Maar stel dat dit zich had kunnen doorontwikkelen. Ja, het heeft miljarden gekost, dit toestel. Ja, Echt maar, miljarden. Maar het was een relatief nieuw toestel. Dus je kunt zeggen, in het begin kost het wat geld. Maar op nee, termijn ontwikkelt het, 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 was, het is nooit. Hmm. Het is als, als, uh, hoe moet je dat zeggen? als zakelijke propositie. Is het een het mooie huid als lollig. Uh, maar dat geldt voor ontzettend veel vliegtuigen. Ja. Heel veel vliegtuigen zijn hartstikke mooi en interessant. Maar je moet er niet aan denken wat het gekost heeft om die nee. dingen te maken. Nee. Ik geloof dat die, 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 die onzichtbare bommenwerpen, de B-2 is dat geloof ik, die, die vliegende vleugel, ik geloof dat die een miljard per stuk kost. Ja. En nu zitten we op een punt dat de toekomst van de luchtvaart ook onzeker is, hè? door de klimaatverandering en de kritiek op het vliegen, de vliegzaamte. En we hebben natuurlijk de zakelijke markt die door covid zegt we gaan veel meer gaan we online doen in plaats van iedere keer naar Amerika vliegen. Ja, ja ik denk dat een deel van het zakelijke vliegverkeer na de covid, na afloop van de covid niet meer terugkomt. Nee. Maar daar het, verdienen ze het in... geld mee hè? Onder aan, andere. Aan een ja zeker, daar verdienen ze goed mee. Maar zo'n vol passagiersvliegtuig wat net, na een aantal jaar vliegt, daar wordt ook goed aan verdiend hoor is niet zo dat daar geld bij moet of zo. Nee, toen... dat zijn de ryanairs van deze wereld en weet je die andere club van oplichters. Um, Transavia heb je nog. Nee, ik bedoel die andere. Thomas Cook, want oh, die bestaat niet meer. Nee, 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 nee. Nee, dat Thomas Cook ja, is wel interessant, want wanneer komt de toeristenindustrie tot ontwikkeling natuurlijk in de 19e eeuw, toen ook de eenvoudige burger ook een week vakantie kreeg. Voor die tijd ging de adel, die, die had een soort tour. waarbij je naar Italië ging en zo. Dat hoorde erbij voor mensen met centen. Maar dus dat Jan en alle met vakantie ging, dat is iets nieuws. Hmm. Maar goed, de zakelijke markt dus niet meer. dat zagen we ook van de week op het journaal. Hè? Nee, maar die zakelijke markt komt denk ik wel deels terug. maar niet volledig. Dat, dat denk ik zeker. Omdat je natuurlijk, je kun je knopen tellen. En als je dus twee van je directeuren naar Tokio op en neer laat vliegen, dat kost wel wat. Die willen bovendien een beetje, een beetje comfortabel zitten. Business class. Ja, die willen natuurlijk ook weer KVJ's en al die flauwekul die ja. erbij hoort. Ja. Waar ja, dat voor nodig is. Ik en het kost even. veel tijd. Want je kunt het online doen, ja, ben het kost je gewoon niet klaar. veel tijd. Zeker. Al kun je aan boord wel werken, natuurlijk. Ja. Dat klopt. Maar goed, het, jij verwacht dat dat dus, dat die luchtvaart daar. Uh, niet, herstellen ze daarvan? Of, of moeten ze iets nieuws gaan bedenken? Nee, dat ja, is natuurlijk wel een slag in de lucht. Maar ik denk dat van het zakelijke vliegverkeer toch zeker 30% permanent verdwijnt. Ja. Omdat het gebleken is dat je het ook deels zonder kunt. Dat hmm. is, uh, is interessant wat bij KLM gaat gebeuren. Ze hebben nu nog steeds verlies gemaakt. Wel weer iets minder. Maar ze moeten dat geld terug gaan betalen wat ze geleend hebben. Ja, ik moet zeggen dat ik. Uh, voor de KLM zie ik het niet. Hè? Zie ik er niet glorieus in. Nee. maar afgezien van het feit dat de KLM helemaal niet meer bestaat. Dat is iets wat wij Nederlanders, onze Nederlanders, is wijsgemaakt. Air France bestaat. En een onderdeel daarvan, een soort ondergeschoven kindje, dat is de KLM. Ja. Elders zal wel blij zijn. Nee. Toch? Dat weg weggaat daar? Mijn indruk was dat hij niet blij was. Nee, dat... En dat de KLM'ers ook niet blij waren dat hij eruit gekregen heeft. Dat klopt, de stonden te huilen, inderdaad. Omdat dat wel iets te maken had met het beleid van de zittende directeur, die Canadees. Ja, en die, hem, die hem, kennelijk was niet te kritisch of te lastig. Je weet hoe Nederlanders zijn. En die zeggen altijd een botte toon de waarheid. Ja, en... ja tuurlijk, er zal emotie bij zitten, maar aan de andere kant is hij straks wel af van al dit Ik weet niet precies wat, wat, de, wat de werkelijke oorzaken zijn. 30 jaar had hij er gezeten, hè? Elbers, dus hij heeft wel echt een blauw hart, zoals ze dat zeggen. De laatste acht jaar volgens mij als uh, de nou, grote ik hart, ja. Nee, ik heb een blauw <laughs> hart. Nee. Nee. Ja, dertig jaar, dus dan zat zijn carrière op, toch? Je komt in dienst op je 25 of zo, dan ben je, je ondertussen 55. En kan hij hier en daar nog een advies, uh, adviserende functie ja. hebben. Hij krijgt 1,2 miljoen mee, las ik ergens. Oh, als, het er als het allemaal doorgaat. Oh, wilde dat ja, het ik, heb. ik wil het onthullen, geen geheim, als ik vertel dat de Lettere Faculteit bij geen 1,2 miljoen heeft meegegeven. Nee. Jammer eigenlijk, maar goed. Ja. Wordt een beetje gekker, gekker met de pakkie irie.